In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom weer allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we het hebben over een hele mooie en hele hoopvolle vers. Een vers die eigenlijk heel vaak wordt gebruikt als mensen het hebben over dat God bij ons is. Dat God ons niet verlaat en ons niet alleen laat. En deze vers die komt uit een boek van de kleine profeten. Van iemand die we noemen een van de kleine profeten. En dat is niet omdat ze kort waren of omdat ze klein waren op de een of andere manier. Dat komt omdat die profetische boeken gewoon zelf wat korter waren. Wat minder lang. Dus niet 66 hoofdstukken of 150 psalmen bijvoorbeeld. Maar vandaag gaan we het hebben over een vers dat komt uit een boek van maar 3 hoofdstukken. En dat is het boek van de profeet Zefanja. Zefanja die woonde, of die leefde in de 7e eeuw voor Christus. Dus echt lang, lang voordat Jezus op aarde kwam eigenlijk. En hij zegt hier tegen de mensen, in deze vers, zegt hij, de Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zwijgen in zijn liefde en hij zal zich over u verblijden met gejuich. En het is zo'n hoopvolle en mooie vers, want zelfs 7 eeuwen voordat Jezus kwam, zegt Zefanja hier, de Heer zal in jullie midden zijn. De Heer is er eigenlijk al in ons midden. En het is een held die verlossen zal. En we weten allemaal waarom de Heer Jezus op aarde is gekomen. Waarom hij het vlees heeft aangenomen en mens is geworden. Om ons te kunnen verlossen. Hè? Om ons het eeuwige leven te kunnen bieden. Omdat we dat voor onszelf hadden verpest. Dus eigenlijk zegt hij hier, is het een heel hoopvolle heel hoopvol bericht wat we hier krijgen. Vervolgens zegt hij, hij zal zwijgen in zijn liefde en hij zal zich over u verblijden met gejuich. Deze twee stukken, deze twee delen van deze vers, vers 17 in hoofdstuk 3 van Zefanja, deze twee delen lijken niet echt bij elkaar te passen, maar ze passen eigenlijk zo mooi bij elkaar. Want hij zegt, er is dus iemand in jullie midden, jullie held, jullie verlosser, God, Emmanuel, God met ons, in ons midden. Hij zal ervoor zorgen dat jullie verlost raken. Oké, dat is mooi, daar kan ik mee leven. Maar vervolgens zegt hij zal zwijgen in zijn liefde. En dat klinkt een beetje gek. Hoezo zal hij zwijgen in zijn liefde? Waarover zal hij dan zwijgen? Want vervolgens zegt hij zal zich over u verblijden met gejuich. Dus hij is juist heel blij dat ik er ben en juist heel blij dat wij samen kunnen zijn. En om deze vers te kunnen begrijpen, heb je wel een beetje het context nodig. Zefanja leefde in een tijd waarin de mensen van God waren afgeweken. De mensen zochten niet meer naar God. Ze hadden heel veel dingen waar ze zich mee bezig hielden. Heel veel andere afgoden die ze aan het aanbidden waren. Goden van vruchtbaarheid, goden van, noem het maar op. Al die goden die er toen waren, die probeerden zij te aanbidden. En zij probeerden in hun goede gunsten te komen. Ze waren God niet helemaal vergeten, want wat ze deden was eigenlijk dat ze het alle twee deden. Als ze tijd over hadden, dan gingen ze naar de tempel en dan gingen ze God aanbidden zoals eigenlijk de bedoeling was. Ze deden eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Ze hielden zich bezig met hun geloof en met alle dingen daaromheen. Hun eigen leven, om hun eigen leven zo leuk en zo makkelijk mogelijk te maken. Dat maakte dat ze op een gegeven moment uit Gods vizier raakten. Op een gegeven moment, als je God niet altijd als focus hebt, dan zorgt de duivel ervoor, door je heel veel verleidingen aan te bieden, dat je daar steeds meer van afwijkt. Steeds meer van God afwijkt. Steeds meer van Gods pad afwijkt. En God was daar verdrietig om. God was heel verdrietig dat het volk zich niet met hem bezig hield. En hij was er zo verdrietig om. En dat was toen zo. Maar eigenlijk moeten we er eens bij stilstaan hoe wij dat op deze manier, hoe wij dat tegenwoordig doen. Doen we dat nog steeds op deze manier? En ik denk eerlijk gezegd van wel. We houden ons allemaal bezig met onze carrière. We houden ons allemaal bezig met onze hobby's. We houden ons allemaal bezig met het internet, met het nieuws, met onze vrienden, met onze relaties. Er zijn zoveel dingen waar wij ons mee bezighouden die ons kunnen afleiden van God, als we God niet altijd als focus houden. En daar wordt God verdrietig om. Dus eigenlijk zegt Zefanja hier van ja, let daarop dat dit gebeurt. Maar op het moment dat je God weer als focus maakt, zal hij zwijgen in zijn liefde. En wat betekent dat? Hij zal door zijn liefde zwijgen over wat jij in het verleden hebt gedaan. Alles wat jij eerder hebt gedaan om bij hem van hem af te wijken, van hem af te geraken, daar zal hij het niet meer over hebben. Hij zal daarover zwijgen, uit zijn liefde. Omdat zijn liefde voor jou,
groter is dan alles wat jij hebt kunnen doen in je leven. Alles wat jij hebt kapot kunnen maken in een ver verleden. Want zodra jij ervoor kiest om weer dichter bij God te komen, dan is dat voor God allemaal oud nieuws. Wij zijn weer bij elkaar, wij houden van elkaar, wij kiezen voor elkaar. En in zijn liefde zal God zwijgen over dat verleden wat zonder hem zich heeft voltrokken. Het tweede deel van het tweede deel van de vers, dat hij zich over ons zal verblijden met gejuich, dat doet je heel erg denken aan het verhaal van de verloren zoon. Dat de vader zo blij was dat zijn kind weer terug was. Hij had het helemaal niet over wat er was gebeurd daarvoor. Hij had hem al zijn zonden vergeven. Hij was gewoon blij dat hij er was. En net als het verloren schaap, de herder die zijn verloren schaap vindt, die was daar zo blij mee dat hij die 99 anderen eventjes vergat. Omdat dat kleine verloren schaapje er weer was. Hè? En de vrouw met de penning die ze kwijt was. En er staan zoveel, de Heer Jezus heeft ons zoveel voorbeelden gegeven van hoe blij hij ermee is als we weer bij hem zijn. Dat hij zelfs in het Oude Testament al Zefanja de moeite heeft laten nemen om dit op te schrijven. Dat hij zich over ons zal verblijden met gejuich. Dus eigenlijk door de hele Bijbel heen geeft de Heer Jezus aan, geeft God ons aan. Het is niet erg wat je doet als je maar weer terugkomt bij mij. Het is niet erg wat je doet, we gaan het er niet meer over hebben. Zolang we voor elkaar kiezen, zolang onze liefde groot genoeg is, dan kunnen we daarover zwijgen. Het is oké. Dus dit is zo'n mooie en hoopvolle vers, omdat er dus een aantal dingen in worden gezegd. De Heer is in uw midden, hij is er altijd. God is met ons. Hij is onze held die ons zal verlossen. Dat heeft hij gedaan door het kruis. We zijn verlost en we zijn veilig. Hij zal zwijgen in zijn liefde over alles waar jij je om zou kunnen schamen. En hij maakt zich blij, hij jubelt, hij juicht als jij er weer voor kiest om dichter bij hem te komen. Dus in deze best wel korte vers staat zo'n hoopvolle boodschap. En ik zou willen dat iedereen deze vers is, zeg maar, voor zichzelf pakt. En een paar keer doorleest en uit zijn hoofd leert, want het is een mooie vers en er staan heel veel mooie boodschappen in. En jij bent belangrijk voor God, jij bent mooi voor God, jij bent zo waardevol en wees je daarvan verzekerd. De vers staat dus in Zefanja hoofdstuk 3 vers 17 en de vers luidt: De Heere uw God is in uw midden, hij is een held die u verlossen zal, hij zal zwijgen in zijn liefde. En hij zal zich over u verblijden met gejuich. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven.